Kan nou zo iemand uit het publiek tegen die rallyrijder zeggen, ik ben geen deelnemer, dus jegens mij moet je je normaal gedragen, dus rustig rijden, dus jij bent aansprakelijk? Antwoord natuurlijk, nee. Waarom mag je iemand op een voetbalveld harder trappen dan op straat? De Universiteit van Nederland presenteert rechtsgeleerde professor Dr. Edgar Duperron. Dames en heren, dit is Slugger. En Slugger, met heel veel R's, is de mascotte van een Amerikaans honkbalteam, de Kansas City Royals. En hij ziet er schattig uit, maar hij is wel verantwoordelijk voor een ernstig ongeluk. Dat zou je toch op het eerste gezicht niet zeggen. Wat doet Slugger namelijk tijdens de pauzes in honkbalwedstrijden? Dan gooit hij hotdogs in het publiek. Dat doet hij soms met een airgun. En soms gooit hij ze ook. En dan heeft hij allemaal verschillende technieken. Dat in de rechtspraak over Slugger lees je dat. En dan gaat hij zo gooien en hij gaat zo gooien. En hij staat dus met die hotdogs te gooien. En de meneer die naar die honkbalwedstrijd is gaan kijken. En die zit ongeveer 6 rijen diep zit hij in het publiek. Die Slugger is er aan het werk. En die man kijkt even de andere kant op. En voelt dan een stekende pijn in zijn oog. En is in zijn oog getroffen door een hotdog. Ja. Hij heeft zijn netvlies laat gedeeltelijk los, dat wordt dan wel weer vastgezet. Maar ja, het gaat allemaal vreselijk mis, met daarom is het ook zo'n eng beest eigenlijk. Zijn netvlies laat los en hij heeft allemaal staar in zijn ogen. Het gaat in elk geval niet goed met deze meneer. En hij spreekt natuurlijk de Kansas City Royals aan tot schadevergoeding. Nou, over het lot van de vordering tegen Slugger gaan we het aan het eind van dit college hebben. Maar eerst eens even de context waarin dit gebeurt. Dit zijn ongelukken in een bijzondere context. Kijk, de vraag wat betamelijk is in het maatschappelijk leven, die kan je eigenlijk niet in abstracto beantwoorden. Dat hangt altijd af van de context waarin bepaald gedrag plaatsvindt. En twee voorbeelden die ik daarvan wil bespreken, dat zijn die sport- en spelsituaties zoals die Slugger, maar ook het gewone privéverkeer. Denk maar, je bent bij iemand thuis en je gooit een wijnglas over zijn vloerkleed. Kan je daarvoor aansprakelijk worden gehouden? Daar heeft de Hoge Raad een arrest over gewezen, een aantal arresten trouwens, maar het bekendste arrest staat bekend als het verhuizende zusjesarrest. Twee zusjes, waarbij de een de ander hielp verhuizen. En ze verhuisden van een kelderbox naar boven, via een trappetje naar de lift toe, kasten. Twee kasten, niet zo heel groot, ongeveer zo groot als en zo breed trouwens ook als ik ben. En die kasten die waren ze die trap op aan het tillen. De eerste keer ging dat goed en de tweede keer ging het mis. Want bij het draaien van die kast om hem door de deur te krijgen, verloor het meisje dat onder stond, verloor haar evenwicht. En in een poging dat te redresseren ging ze een beetje zo naar voren stappen. Daardoor gaf ze die kast een duw en haar zusje dat boven aan de trap stond, dat kwam met haar arm tussen die kast die omhoog stootte en de deur en liep daarbij letsel aan haar pols op. En wat er vervolgens gebeurde was nog vervelender, want er ontstond een medische complicatie die bekend staat als posttraumatische spierdystrofie. Als je aansprakelijkheidsrecht doet, word je ook een soort halve medicus. Het effect daarvan was in dit geval dat haar arm van ongeveer 6 centimeter onder haar elleboog, ja, zo lang groot was ze ook weer niet, geamputeerd moest worden. Dus je bent een kast aan het verhuizen en je eindigt met een geamputeerde onderarm. En het ene zusje, het zusje dat gewond was, sprak het andere zusje aan uit onrechtmatige daad. Natuurlijk zult u zeggen, dan zullen de familieverhoudingen wel behoorlijk bekoeld zijn geweest. Maar dat was natuurlijk niet de reden daarvan. De reden daarvan is de verzekering. Want u moet weten, ongeveer 90-95% van de Nederlanders is verzekerd voor zijn privé aansprakelijkheid. En in dit soort gevallen gaat het er natuurlijk niet om dat degene zelf betaalt, net zoals je ook niet wil dat die vriend die dat wijnglas omgooit zelf betaalt. Nee, je wil dat de verzekeraar voor die schade opdraait. En dat was dus ook de reden dat hier een vordering werd ingesteld. Nou, die zaak kwam uiteindelijk bij de Hoge Raad, nadat de vorderingen eerst waren toegewezen. En de Hoge Raad zei, kijk, je moet in dit soort gevallen kijken of het gedrag betamelijk was. En daarbij is het niet zo dat ieder gevaar meebrengt dat als dat gevaar zich realiseert, dat dan de schade voor
rekening komt van degene die dat gevaar heeft veroorzaakt. Zou dat zo zijn? We veroorzaken natuurlijk heel veel gevaar. Ik bedoel, in een auto stappen, is op gaan rijden, is op zichzelf al gevaarlijk. Eigenlijk is alles wat we doen gevaarlijk. Dus dan zou je gewoon thuis in je bed moeten blijven liggen en verder niks meer doen. Dat hoeft niet. De vraag is, is het zo gevaarlijk dat je er naar maatstaven van maatschappelijk behoren van had behoren te onthouden? Dat is ook weer typisch iets voor juristen. Ze geven een antwoord waar je niets aan hebt. Niets. Want je vraagt aan de Hoge Raad, wanneer is dit onbetamelijk? En dan zegt de Hoge Raad, het is onbetamelijk als dat het zo gevaarlijk is dat het onbetamelijk is. Ja, wat hebben we daar nou van geleerd? Dat het iets met de mate van gevaar te maken heeft. Dus dat is dan nog wel een beetje nuttig. En dat je niet voor ieder gevaar aansprakelijk bent. En in dit geval heeft de Hoge Raad zelf gezegd, dit was een hele normale handeling die bij zo'n verhuizing pleegt te gebeuren. En daar is geen aansprakelijkheid voor. De Hoge Raad merkt daar nog bij op. Ze hadden immers al eerder op dezelfde manier een kast verhuisd. En toen was het goed gegaan. Dat toont ook iets aan over rechters, namelijk dat ze weinig gevoel hebben voor statistiek. Want als je dat namelijk letterlijk neemt, dan zegt de Hoge Raad, dat staat er natuurlijk niet, maar dan zegt de Hoge Raad, als je iets doet wat 1 op de 2 keer leidt tot amputatie van een onderarm, is het niet gevaarlijk. Nou, dat zullen ze waarschijnlijk niet bedoeld hebben. Het is natuurlijk volkomen toevallig dat het de tweede keer en niet de eerste keer verkeerd ging. Veel belangrijker is dat je je als een normaal mens mag gedragen. Dat hebben de juridische commentatoren op dat arrest gezegd. De vraag is eigenlijk, mag ik je als een normaal mens gedragen? En het antwoord daarop is ja. Toch kan je die casus ingewikkelder maken. Kijk, als het bijvoorbeeld professionele verhuizers waren geweest, dan was het natuurlijk geen enkel probleem. En dan had je gezegd, ja, een professional doet het niet zo. Die gebruikt zo'n liftje of die heeft er een deken omheen. Of nou, in elk geval zijn die veel slimmer dan particulieren. Maar wat nu als die twee zusjes die kast op het hoofd van iemand anders hadden laten vallen? Dus hij was bij die manoeuvre niet tegen dat arm van het bovenzusje gekomen, maar hij was op het hoofd terechtgekomen van de benedenbuurman die niet vermoedend naar buiten ging om zijn hond uit te laten. En die daarbij ernstig letsel oploopt door die kast. Zou er dan aansprakelijkheid zijn? Ik weet het niet, en de Hoge Raad heeft daar niks over gezegd, maar ik denk in ieder geval dat de kans veel groter is dan in die relatie tussen die zusjes onderling. En als u dat met mij eens bent, dan is dus een element in die casus dat van belang is, dat er een relatie tussen die twee mensen bestond die bezig waren samen iets te doen wat een zeker gevaar had. Nou, dat is een bruggetje naar de andere context, namelijk de sport- en spelcontext. En in die sport- en spelcontext kunnen ook hele nare dingen gebeuren. En daar hebben we een voorbeeld van op film. Het moment. Het is niet mijn keuze en ik ga ook niet kijken. Maar wat een vreselijke overtreding en wat een drama voor Kokmeijer. Boazan, gefrustreerd omdat Sparta geen penalty kreeg. Doet dit, dit is... Oh. Een hele, hele smerige overtreding tijdens het voetbal. Nou, het zal u duidelijk zijn, dit mag niet. Dit heeft tot een geweldige schorsing geleid. Vanwege de smerigheid van de overtreding. Helaas voor Niels Kokmeijer heeft hij ook niet meer kunnen voetballen. Het letsel dat door deze overtreding is ontstaan is zo ernstig dat hij niet meer in staat was om te sporten. En daar heeft hij ook een grote schadevergoeding voor gekregen. Dus dit mag evident niet. Het is zelfs in deze zaak zo, en dat is heel uitzonderlijk, dat er een strafvervolging is geweest voor het toebrengen van dit letsel. Met, als ik het me goed herinner, een 6 maanden voorwaardelijk als uitspraak voor het toebrengen van lichamelijk letsel. Dat zijn natuurlijk de echt uitzonderlijke gevallen. Maar het gaat heel vaak mis op het sportveld. En je kan ook een sliding doen. Degene die dit deed, die zei dit was een uit de hand gelopen sliding. Nou, toen ik nog voetbalde, gingen slidingen over de grond. Maar dat is misschien een oude techniek. Maar ook als je over de grond heen een sliding doet, kan dat verkeerd gaan. Je kan het verkeerd timen en dan raak je niet de bal, maar dan raak je de voeten van iemand anders. Sommige verdedigers timen juist heel goed en raken de voeten van iemand anders. Dat hoort bij het spelletje. Het mag niet, je krijgt er een gele kaart voor. Maar stel nu dat er letsel ontstaat, is er dan ook aansprakelijkheid. Nou, daar is de rechtspraak heel mild. Die zegt, tijdens sportwedstrijden hebben de deelnemers van elkaar meer te verwachten dan mensen in het normale verkeer. Je moet je natuurlijk aan de spelregels houden, maar zelfs als je dat niet doet, ja, ook dat gebeurt zo vaak dat het niet
abnormaal is, niet onbetamelijk om een keertje de spelregels te overtreden. Schade die daarbij dus ontstaat, die hoeft niet vergoed te worden. Pas als het heel erg wordt, en waar de grens precies ligt, dat is niet te zeggen, maar als het heel erg wordt, zoals in die Kokmeijerzaak, dan is er aansprakelijkheid. Dus een grote mate van vrijheid als je sport en spel doet, hangt natuurlijk van de omstandigheden af. Bij sommige sporten mag er meer dan bij anderen. En bij bijvoorbeeld bij vechtsporten, waar hele duidelijke veiligheidsregels zijn, daar zal het je niet houden aan die veiligheidsregels. Als een scheidsrechter bijvoorbeeld zegt, nu is het afgelopen, je gaat toch door, dan zal dat bij een vechtsport veel eerder tot aansprakelijkheid leiden dan bijvoorbeeld op het voetbalveld. Nou, die regels die zijn voor de deelnemers aan dat spelletje. En de grote vraag is nu, ja, wie zijn de deelnemers? En daar heeft de Hoge Raad ook een uitspraak over geweest. En die ging over midgetgolf. Daar zou je denken, hoe kan je schade laten ontstaan bij midgetgolf? Maar dit was iemand die was er toch in staat. Normaal, als je midgetgolf, dan doe je dat een beetje zo. Hè? Maar dit was iemand die ging midgetgolf alsof hij gewoon golf speelde. Dus die haalde op een geweldige manier zo uit. Ik heb speciaal vanmiddag moeten kijken dat ik precies in het midden stond. Dat ik niet een van het publiek raakte, want dat is wat er gebeurde. Iemand die achter dezegene stond, die werd geraakt door die club, zal het ook wel heten. En die verloor daarbij een oog. Letterlijk trouwens. Nou, vraag die aan de Hoge Raad werd voorgelegd, was dit nu nog de verhouding van deelnemers onderling? En het antwoord van de Hoge Raad is ja. Om deelnemer te zijn aan een sportwedstrijd hoef je niet echt deel te nemen. Als je bijvoorbeeld op je beurt staat te wachten of je zit in de duck-out, is dat genoeg. Nou, dat klinkt natuurlijk allemaal prachtig, maar volgens mij gaat het helemaal niet ver genoeg. Want het zijn niet alleen de deelnemers die bijzondere gevaren mogen verwachten. Het is ook het publiek. En daar is ook een voorbeeld van op een filmpje. Kan nou zo iemand uit het publiek tegen die rallyrijder zeggen, ik ben geen deelnemer, dus jegens mij moet je je normaal gedragen en jij ging als een idioot door die bocht. De kans was heel groot dat je de controle over die auto vraagt. Dus rustig rijden, dus jij bent aansprakelijk. Antwoord natuurlijk, nee, die deelnemer mag gewoon doen wat hij hoort te doen bij die sport. Waar ligt dus mogelijk de aansprakelijkheid in zulke gevallen? Bij de organisatie. Die moet zorgen dat dat publiek niet op plekken kan komen waar het evident gevaarlijk is. Dus bijvoorbeeld in de bocht. En dit is niet zo'n heel goed voorbeeld daardoor, want dit was nog in een binnenbocht. Maar je ziet vaak ook dat mensen in de buitenbocht staan, waar je eigenlijk op kan rekenen dat er op een gegeven moment een auto langs komt vliegen. Dus wat mij betreft, de Hoge Raad heeft daar nog niks over gezegd, gelden die normen ook voor het publiek. En dan gaan we nou weer terug naar die slugger, want daar ging het om het publiek. Nou, dan mag u weer beslissen, naar aanleiding van wat u gehoord heeft. Vindt u dat die meneer met dat oogletsel op het publiek schadevergoeding moet krijgen van de Kansas City Royals of niet? Wie vindt van wel? En wie vindt van niet? Nou, u bent behoorlijk verdeeld over dit onderwerp. En dat past wel bij wat er gebeurd is. Het is een Amerikaanse zaak. Werd daar door een jury beslist. En de jury in Amerika, die zei geen aansprakelijkheid. En wat was het belangrijkste argument daar waarschijnlijk voor? Wat die jury zelf zegt, dat weet je eigenlijk niet. Die man die wist dat dit daar gebeurde. Hij was, dat heb ik u niet verteld, al 150 keer eerder naar een wedstrijd van de Kansas City Royals geweest. Ja. En hij wist dus dat die slugger dat gooide. Maar, en daarom was het toch wel eerlijk dat ik u die vraag stelde, het Hof heeft die juryuitspraak vernietigd. Want die heeft gezegd, het is toch niet een inherent risico van de honkbalsport dat je een hotdog in je oog krijgt. Dat je een bal in je oog krijgt natuurlijk wel, maar dat je een hotdog in je oog krijgt niet. En dus moet er in een nieuw proces worden uitgezocht of het risico van het in je oog krijgen van een hotdog ook hoort bij het bezoeken van een honkbalwedstrijd. In het volgende blok gaan we zien waarom ook waarschuwingsbordjes heel erg gevaarlijk zijn.